Ja, de PVV is natuurlijk de grootste geworden, maar wij waren vanavond bij de verkiezingsuitslag van de VVD. Deze mensen dachten in eerste instantie dat ze nog de grootste zouden worden. En als je nou benieuwd bent naar een totale afgang, kijk vooral dit item. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Met jou ook? Ja, gaat goed. Ik heb je lang niet gezien. Heb je gemist? Heb je me gemist? Ja, zeker. Ja, ik kan niet anders dan ja zeggen nu, hè? Heel fijn. Wat verwacht je van deze avond? Sowieso een leuke avond met natuurlijk een mooie winst en dat de VVD de grootste wordt. Ja. Ja. Maar is dat realistisch? Ja. Absoluut. Dus de laatste peilingen staan we er goed voor en ik heb er goed gevoel over. Dus, Hoe gaat het met u? Nou, ongelooflijk. Willen bij elkaar? Nou ja, het is wel echt heel spannend, ja. Ja. Wat zou het betekenen voor Nederland als PVV de grootste wordt? Of Partij van de Arbeid GroenLinks? Nou, het is nog een half uurtje dat de stembussen open zijn. Dus de kiezer is nu nog aan zet. En ik ga niet vooruitlopen op welke uitslag dan ook. Wat zou het voor Nederland betekenen als de PVV de grootste wordt? Nou, ik denk ook dat je die kiezers wel serieus moet nemen. En Wilders scoort natuurlijk eigenlijk al jaar in, jaar uit. Haalt hij best wel veel zetels. Dus de VVD die hem altijd uitsloot? Ja, op een gegeven moment wel. En natuurlijk ook wel met reden. Maar je moet wel naar die kiezers luisteren. Is eigenlijk een open bar? Ja. Super. Gaan we lekker bier drinken? Wat is nou echt VVD-typisch? Wat moet ik nou doen? Waar moet ik vanavond op letten? Wat moet ik implementeren? Een bitterbal eten. Ja. En gewoon een beetje zo gaan praten. Gewoon zeggen van go VVD. Ja, vind je me erg zo erg? Hé, mannen. Lekker biertje besteld. Hoop op een lekker bitterballetje zometeen. En nou, daar gaan we ervoor. Ik ben benieuwd wat er gaat komen. We kennen jou als een hele politiek correcte, beschaafde, aardige mevrouw. Ga je vanavond nog een beetje bier drinken? Ga je nog iets doen wat een beetje buiten de lijn der verwachtingen ligt? Het is wel leuk, hè? Je begon echt met u en mevrouw Hermans. En wat gebeurt er als de PVV de grootste wordt? En nu wij even... Nu we toch dicht bij elkaar... Ja. Is het ja, wat ik helemaal prima vind, hè? Dus daar maar... We doen hem opnieuw. Mevrouw Hermans, we kennen u als een hele beschaafde mevrouw. Gaat u vanavond nog wat bier drinken en een beetje buiten de lijntjes kleuren, mevrouw Hermans? Ja, maar nu kan ik er bijna niet meer heel serieus en diplomatiek op antwoorden. Nee. Maar nee, ik ga eerst even de uitslag afwachten. Maar dan bier drinken. Precies. Er is zojuist een soort politieke aardverschuiving heeft zich plaatsgevonden. De eerste exit poll is binnen en de PVV staat op 35 zetels. Daarna is de grootste Partij van de Arbeid GroenLinks met 26. En daarna VVD met 23. De kiezer heeft gesproken en dit is een heel extreem groot verschil. Dit is wat het is. Lieve vrienden, om te beginnen, felicitaties richting Geert Wilders van de VVD, richting Frans Timmermans van GroenLinks PvdA, richting Dilan Yesilgöz van NSC en natuurlijk de andere winnaars. Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. Gaat hij een beetje? Jawel, zeker. We zijn er nog niet. Nee, oké, maar het verschil is extreem groot. Is, laten we wel wezen. Iets teleurstellend. We hadden iets meer verwacht. Je hebt 12 zetels minder dan de PVV. Ja, dat is een goede. Hoe voel je je daarbij? Dat moet ik even op me in laten werken. Dat is wel een teleurstelling, maar ik denk dat het wel, ik moet zeggen, wel terecht is. Niet dat de VVD zoveel verliest, maar dat er ineens een buitenstaander à la Geert Wilders die we allemaal kennen. Ja, dat is, het doet pijn in mijn hart. Maar ja, wat moeten we eraan doen? Hey Thierry, gaat het? Hey. Nou ja, ik ben niet snel een stuk te krijgen, maar dit is natuurlijk niet geen vrolijke uitslag, nee. Maar is dit de kiezer die heeft gesproken, de gemiddelde mens die zegt ik ben klaar met de gevestigde orde, ik ben klaar met 13 jaar de VVD, ik ben er klaar mee dat we niet gehoord worden, ik ben er klaar mee dat er niks wordt gedaan aan asiel en daarom stem ik op de PVV? Ik denk dat dat laatste een belangrijke is, dat migratie echt wel een thema is wat bij mensen speelt. We hebben begrip op wie hier binnenkomt. Alle problemen die het veroorzaakt op de woningmarkt, in de zorg, in het onderwijs. Nou, ik wilde graag de grootste worden. Dat is niet gelukt. En nu gaan wij goed kijken, wat is er nou uiteindelijk het aantal zetels, hoe ziet het eruit? En ja, het voortouw ligt niet meer bij ons. Wat betekent het voor Nederland dat de PVV de grootste is geworden, mevrouw Yesilgöz? Hi, Dylan. Ja, ik weet het, hij duwt me weg. Maar hoe gaat het met je? Gewoon heel even persoonlijk, hoe gaat het met je nu? Deze ruimte maken. Nee. Dilan, hoe gaat het met je nu? Gewoon een hele simpele vraag. Gaat het een beetje goed? Gaat het goed? Het is toch wel maf dat er geen reactie komt. Dilan, even één laatste woord. Nee? Super. Oké. Hoi. Dag meneer Rutte. Hi. Hoe voelt u zich? Ik ga niets zeggen over hoe ik me voel en ook niks over de uitslag. Doe dat even met Dylan, want zij is nu een partijchef. Maar de PVV... december, toch? Maar Geert Wilders was uw groot... Ja, hoop ik ook. Ja, fijne avond. Doei. Was leuk gisteren. Doei. Hey, maar Geert Wilders was uw grootste aardsrivaal eigenlijk. Maar hij heeft nu gewonnen. Zegt dat iets over u? Ik zeg even helemaal niks over de uitslag. U bent nog steeds onze minister-president. Ja, waarom zegt u daar niks over? Als minister-president heb ik geen opvatting over verkiezingsuitslagen als ik zelf niet op de lijst stond. Hey, maar fijne avond. Hoi. Flauw. Doei. Ja, de PVV is de grootste, by far. En dat de VVD een slechte verliezer is, dat is ook een feit. Want mevrouw Yesilgöz zit daar ergens weggemoffeld. Ze heeft een aantal mensen van de pers wel te woord gestaan, maar het merendeel niet. Bijzondere avond, bijzondere manier waarop de VVD met deze dingen omgaat.